komt er eigenlijk automatisch al eraan, maar het gaat helemaal goed komen. Een moment. Sta ik er al in? Ben ik er al in? Moet ik alvast. Goedemorgen, Kompas naar jouw bewustzijn. We gaan het vandaag hebben over connecties, zielsconnecties, tweelingzielen, soulmates. We gaan het in ieder geval hebben over eigenlijk de energie, de mensen die op je pad kunnen komen. Daarnaast kunnen natuurlijk niet alleen mensen, het kan ook te maken hebben met natuurlijk de dieren die er op je pad kunnen komen, die ja, toch wel een bepaalde verbindenis met je heeft, wat het eigenlijk allemaal zegt. Daarnaast ook over wat voor type relaties is ook het stukje, nou dat woord gebruik ik niet altijd, maar ze noemen dat karmische relaties. En wat het eigenlijk allemaal met je ja, teweeg brengt, wat het allemaal kan doen met je. En wat voor groei je daarin kan ontwikkelen. Welke gelijkgestemdheid je kan ervaren. Maar het kan soms ook wel echt wel ja, heftig zijn. Dus dat je met aantrekken of afstoten te maken hebt. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd voor de mensen die meekijken. Natuurlijk ook via Facebook. Daar kun je interactief mee reageren. Ook wat, of dat je daar ervaring mee hebt. Of dat je daar vragen over hebt. En dat kunnen we samen delen. Het is interactief. Dus dat kan via Facebook. Nou, welkom zou ik zeggen. Nou, jullie hebben me gisteravond misschien ook een enkeling wel mij ook al gezien. Het was een mooie avond uitzending. Nou, via de mensen via YouTube. Leuk dat jullie er ook zijn. En de website natuurlijk. Nou, via de website en YouTube kunnen we dus via Facebook, mocht je interesse hebben, kan je liken. En dan krijg je elke dag eigenlijk, behalve op vrijdag, ook een pop-up wat betreft de lives die we hebben. Nou, we zijn nu deze maand in ieder geval ook 's avonds live. Nou, ik was dan gisteren. En volgende week zijn er ook, is er ook iemand live, volgens mij. Dacht ik, Joke. Nou, via de YouTube dus welkom. En via de website zijn ook allemaal collega's natuurlijk eronder aan het werk. Dat zie je dus via de website. En mocht je die willen spreken, dat kan dan via een boxnummer. En dan via optie 1 en dan een boxnummer. En dan via 0909-8070. En nou, kijk maar, mocht je het resoneren, kijken tot het profielen. Iedereen heeft hun eigen expertise's. Mediums hebben we, paragnosten, coaches, numerologie, astrologie, nou, healers. We hebben van alles wat kun je kijken. Ik ga zo even kijken wie er eigenlijk ook aanwezig zijn. Nou, dus ik ga eventjes bij Facebook, want daar kan ik natuurlijk even kijken, inloggen van wie er zijn. Even mijn geluid zachter, want anders dan kom ik mooi binnen bij mezelf. Wie er bij de vroege ochtend er weer is. En, aan de koffie of de thee. Ik zal mijn beeld eventjes kijken of dat ik mezelf ook een beetje normaal in beeld krijg, zie ik. Ja, gezellig. Even kijken wie er allemaal zijn. Ik zie Maureen gezellig meekijken op de achtergrond. Hey Maureen, hoe is het? Dat is een collega. Ik denk dat ze ook aan het werk is. Ik zie Imeldi. Goedemorgen, goedemorgen. Leuk dat je er bent. Henny, goedemorgen. Anzi, goedemorgen. En Nel, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Nou, het is in ieder geval ook kompas naar jouw bewustzijn. Dus wat houdt dat in eigenlijk vanuit je, ja, vanuit te reageren vanuit jouw eerste ingeving, je waarnemer. We zijn een ziel, een bewustzijn, spirit. En we hebben ons ja, fysieke is. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. Ja, ben ik weer. Ik
Het wordt gezellig. We sloepen erin en eruit. Het komt vast goed. De energie is... dat doet soms de technologie. Maar ik weet niet wat jullie hebben gehoord hebben. Maar ik was aan het uitleggen over het kompas naar je bewustzijn. Dus oftewel de eerste ingeving. Dus ik leg ook kaartjes. We hebben het natuurlijk over connecties. Maar ook over relaties. Over zielsconnecties. Over tweelingzielen. Daar gaan we het dus over hebben. En vind ik het ook fijn om inderdaad kaarten te leggen ervoor. En kijken wat het in het collectief doet. En dan mag je kijken. Dat is eigenlijk wat ik heel vaak doe. Voor de nieuwe kijkers is dat wat dat zegt eigenlijk voor jou. Dus eigenlijk de kaart eigenlijk voor jou... in jouw eerste ingeving naar voren komt. Waarom is deze oefening eigenlijk voor jezelf heel fijn om te oefenen? Omdat dat is echt vanuit je bewustzijn, vanuit jouw pad, vanuit jouw ziel. Maar ook wat er in het nu ontstaat. Dus eigenlijk de keuze die je bewust kan maken of de kans die je bewust kan maken. Maar ook de ingeving, het inzicht die je kan krijgen vanuit jouw bewustzijn. En je bewustzijn, oftewel je ziel, je spirit... welke benaming je er ook aan wil noemen, die heeft heel veel kennis en ook natuurlijk ook de dingen, de delen die je van jezelf wilt terugherinneren, krachten die naar voren mogen komen, waardoor je ook op je pad eigenlijk wel heel dicht bij jezelf het kan voortbewegen, maar daarnaast ook, waar we gisteren eigenlijk een hele mooie live stelden, dat je denkt, nou vind ik eigenlijk wel interessant, we hadden gisteren over manifesteren en met via affirmatie en intenties, maar dat je manifestatie dus vanuit je ziel, vanuit thuiskomen, vanuit rust en vrede kan neerzetten. Zodat je ook best vanuit jezelf kan halen. En wat zegt het dan over zielsconnectie en tweelingzielen en karmische relaties? Is dat die eigenlijk ook een bepaalde spiegel voorgeven. Een bepaald gevoel mee kunnen geven die je weer mag herinneren. Het kan soms ook zijn dat je projectie krijgt erop. Maar verder doe ik dus eigenlijk de kaarten is in het collectief die ik nu pak. Dus als stel dat inderdaad iemand heeft nu een vraag van graag over de toekomst. We doen inderdaad ook, stel dat je dat wil, de collega's zijn in ieder geval werkzaam nu op dit moment. Misschien dat de regie John eventjes kan aangeven wie er allemaal zijn. Omdat ik het altijd heel slecht kan zien op het beeldschermpje. Wie er allemaal zijn. Maar die zijn sowieso tarotisten en kaartleggers. En ik leg het in het collectief. En het collectief, en dat is wel een mooie brug ernaartoe. Jij bent nu in de uitzending, dus stel dat jij vragen hebt voor de toekomst. Kijk, luister naar je eerste ingeving. Dat geeft je eigenlijk al een stukje kompas, een stukje leidraad voor je toekomst ook. Ik zie gezellig meer. Een hele goede morgen, Nienke, allemaal. Goedemorgen, daar ben ik weer. Het was binnen 12 uur. Even kijken. Even zien, ik zie Maureen gezellig. Goedemorgen, Nienke. En Nel zegt goedemorgen allemaal. Leuk dat je er zijn. Ik zal even een kaart pakken. En dan mag je kijken voor jezelf wat het zegt ook. En ik heb eigenlijk een andere kaart gedekt dan ik gisteravond had. Deze kaarten hebben ook wat meer met relatievormen te maken. Wat eigenlijk de energie zegt ook voor de relaties. Ja. Mirjam zegt nou, ik had het niet verwacht. Nee, maar ik val eventjes in. Dus dat is wat het is. Dat had ik even gehoord. Ik zei nou prima hoor. Maakt allemaal niet uit. Ik vind het wel gezellig met jullie. Deze kaart is eruit gekomen. Kijk maar wat het voor jou eigenlijk van jouw eerste ingeving ook eigenlijk meegeeft. Dus het is wel een mooie waar we mee starten. Intuïtie. Nou, ten eerste mag je kijken wat natuurlijk wat zegt. Je mag het ook delen. Want het is interactief. Dus kan ik ook kijken van nou, dit geeft mijn eerste ingeving in. En dan kan ik ook daarop nog op reageren. Dus dat doe ik altijd voor de nieuwe mensen die hier onder ons aan het kijken zijn. Dus daar kijk ik altijd even naar. intuïtie. Daar hebben ze natuurlijk heel vaak over. Nou, we hadden het net over de eerste ingeving. Dus eigenlijk je waarnemer. Dus wat het...